Ja jongens, daar zijn we dan bij de Nintendo stand. In principe mijn thuisbasis, want ik ben een ontiegelijk grote Nintendo fan. We gaan het eerst eventjes hebben specifiek over alle 3DS games die dit jaar nog uitkomen. En zometeen verschijnt er ook nog een item online over alle Wii U games die dit jaar nog uitkomen. Ja jongens, de eerste game waar ik het eventjes met jullie over wil hebben is Sonic Lost World voor de 3DS. Ik heb de game al een tijdje in mijn bezit en ik moet zeggen, ik ben er wel door verrast. Maar er zijn ook wat minpunten. Het ziet er allemaal heel vet uit, het level design is geniaal als je het mij vraagt. Maar toch heb ik zoiets van, is dit nou wel echt Sonic? Ik heb namelijk het idee dat ze veel buurtjeleden hebben gespeeld bij Mario Galaxy. Dat hoeft natuurlijk niet heel slecht te zijn, maar een game moet een eigen identiteit hebben. En ik heb het idee dat Sonic Lost World een beetje zit te varen tussen vorige Sonic games en Mario Galaxy. Toch vind ik het mooi om te zien dat het Sega gelukt is om weer een mooie Sonic game te presenteren. En dat na flink wat kut Sonics. Het leuke eraan vind ik ook dat het Lost World heet, want zo voelt het ook aan. Alsof het een verloren wereld is waar je opeens in komt. Ik moet alleen wel kritisch zijn en de graphics op de 3DS zijn niet echt verbluffend mooi. Dat had beter gekund. Hier staan we dan bij Pokémon X en Y. Het eerste dat me opvalt is dat het ziet er heel anders uit dan voorgaande Pokémons ook. En dat is wat ze ons beloofd hebben. Dus nou, bij deze, dat staat vast. Oh ja hoor, een wild Pikachu appeared. Ik heb natuurlijk Chespin bij me, een van de begin Pokémons van deze nieuwe Pokémon game. Wat me direct opvalt is dat ze heel erg hun best hebben gedaan om de battle scenes te vergelijken met die zoals we die kennen natuurlijk uit de anime. Je ziet meer dan gewoon een vage schim van een Pokémon. Het is gewoon echt een 3D model van de Pokémons waarmee je speelt of natuurlijk degene waar je tegen vecht. Ik heb eventjes kunnen spelen, ik heb er al flink wat van gezien en ik ben in ieder geval super enthousiast als die volgende week in de winkels ligt. De volgende game waar ik het eventjes met jullie over wil hebben is The Legend of Zelda A Link Between Two Worlds. Het is een soort van remake van A Link to the Past, maar niet helemaal. Het speelt zich af in dezelfde stad als A Link to the Past, maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben er gewoon een splinternieuw verhaal in gegooid. Natuurlijk wat nieuw is in The Legend of Zelda A Link Between Two Worlds is dat Link als een soort van cartoon in de muur kan verschijnen. En dat zorgt natuurlijk weer voor hele unieke gameplay momenten. Wat ik zelf natuurlijk maar al te veel aanmoedig. Want Nintendo probeert altijd wel hetzelfde met lichte vernieuwingen. Maar dat ze zoiets doen in een Zelda game vind ik persoonlijk heel erg tof. Over de gameplay kan ik zeggen dat het allemaal heel erg soepel speelt. Iets wat ik zelf niet had verwacht nadat ik de trailers had gezien. Maar nu ik hem eventjes gespeeld heb, ben ik er wat enthousiaster over. En ik denk dat ik deze ook ga aanschaffen bij release.